inside of the tree. It's not even a beat. Even heroes fail. We rock the plane. I'm living in the sky. Don't you can see. Even heroes fail. Minuutjes ongeveer beginnen. Het is een live programma, dus we hopen dat het op tijd beginnen zou. Ik heb één vraag. Wilt u uw telefoons, dat soort dingen, echt allemaal uitzetten? Niet op trillen, maar echt helemaal uitzetten alsjeblieft, want anders stort het ontzettend op onze apparatuur. En vooral Robert Long zit hier live en dat kan gaan storen op de boxen, dat soort dingen. Dus zet hem alsjeblieft helemaal uit, de telefoons. De gasten vanavond zijn Wouter Bos en Funda, en ik weet zeker dat ik het verkeerd zeg. Moeste. Ah, wacht. Hoe meer? Moeste. Nou, zo heet ze dus. Goed volgens mij. Hè? Ja, dat is de vriend. Oké. Okay. Heeft u een goed uitzicht, hoor. Ze komt hier te zitten. Dus ziet u nog goed. En er is af en toe staan er camera's voor u, maar daar kunnen we helaas niets aan doen, want we gaan door de hele studio heen. U komt ook allemaal in beeld. Dan weten we het ook vast. Verder een hele prettige uitzending. Fijn dat je bent gekomen. Ik hoop dat het een mooie uitzending wordt en heel erg veel plezier. Oh ja, nee, nog iets. Ik vergeet het. In het begin ga ik altijd klappen. En dat is een behoorlijke aanmoediging voor de mensen hier aan tafel. Frits en Henk ook en Jan. Maar vooral voor de gasten doe ik dat, want het is toch wel spannend. Het is elke avond live. En nou ja, als je hier niet gewend bent te zitten, is het best wel spannend. Wilt u alsjeblieft echt zo'n gigantisch applaus geven als we beginnen? Want het is gewoon lekker dat je denkt, hé, ik ga beginnen. Iedereen heeft er hier zin in, ook het publiek. Dus klapt u alsjeblieft met me mee. Verder heel erg bedankt alvast dat u gekomen bent, dat ik dat al zei. En een leuke avond. Dank u wel. LPF-minister Bomhoff, Volksgezondheid, moet dus eigenlijk zijn ex-LPF-minister Bomhoff, vreest dat hij bedreigd zal gaan worden vanwege het aftreden van zijn bij de burgers populaire collega minister Heinsbroek van Economische Zaken. Dit blijkt uit een opmerkelijk verzoek van Bomhoff richting het Korps Landelijke Politiediensten om uit te zoeken op welke manier hij mogelijk beschermd kan worden indien er onder het publiek ophef een commotie over het vertrek van Heinsbroek zou ontstaan. En ik kan wel iets
kan me iets voorstellen met Bomhoff. Wij, gisteren hadden we hier minister Heinsbroek. En zijn vrouw, zijn republiek, dat kon hij niet zien, maar die keek recht in het gezicht van Jan. En ik denk ook als zij zo'n bivakmuts opdoet. Nou, scheer je weg dan hoor. En Herman Heinsbroek met die bivakmuts. En dan komen ze in die Bentley aanrijden, dat hoor je niet, want die heeft eruit hoor. En links staan ze voor je deur, levensgevaarlijk. En trouwens, tel je nog wel mee als je niet bedreigd wordt. Wouter Bos, gaat hij de leider worden van de Partij van de Arbeid? Binnenkort horen wij dat. Goedenavond, meneer Bos. Wat is uw nieuws voor de dag? Hij is volhouden mee vanmorgen. Nou ja, Heinsbroek in een Bentley, het wordt me allemaal nog erger als Heinsbroek in zijn Ferrari rijdt, heb ik begrepen uit de Telegraaf vanochtend. Ik weet helemaal niet of het waar is of niet, maar het blijft een mooi verhaal dat Harry Wijnsgeen schijnt enkele, nou, een paar weken geleden op een Haagse terras te hebben verteld dat hij tijdens een straatrace, een illegale straatrace op de A1, het helaas had afgelegd tegen zijn maatje Herman Heinsbroek. Sam Rijker, ex-minister van Economische Zaken, had voor de gelegenheid zijn Ferrari Barchetta uit de garage gehaald. Hij haalde met gemak 270 km per uur. Terwijl de teller in de Audi TT van Wijnsgeen bleef steken op slechts 240 km per uur. Nou, ik weet dus niet of het klaar is, maar ik moet zeggen dat ik warmere gevoelens kreeg toen ik hem had herbert foto's zag maken. Even uit brand en één van de nummers van die cd heet Zo Eenzaam. Robert Loon. Ja, ik moet echt waar, ja. Maar vooral is zeker dat uw column van morgen die we van u kregen, die gaat bijvoorbeeld een klein indruk geven over het feit dat u ontevreden bent over deze regering, en de regering aan de gat is. U spitst dat toe op welke banen, komt daar met een schuilend voorbeeld. Dat zijn de, dat bedoelen we ermee. Ik moet ook even zeggen dat die 21 december treedt hier in het oude luxe, want het laatste optreden in het oude luxe, klopt dat, Jorrit? Nee, het is de eerste optreden in Nederland. Premier in het oude luxe, maar het is waarschijnlijk de laatste premier in het oude luxe. Oh, dat is. En dan vanaf 3 januari reis het hele land door. En vanavond zing er voor ons jouw armen. Robert Long.
jouw arm die me zal steunen, waarop ik misschien mag leunen, als ik oud zal zijn. En als ik ooit ga sterven, weet ik nu al hoe ik dat het allerliefst doe. Als ik niet meer bestaan kan, en als jij het dan nog aan kan, hoop ik dat je bij me bent, als ik vertrek. Dat je niks meer hoeft te zeggen, en mijn hoofd zacht neer zal leggen op je schouder. Je geur, je warmte dicht bij mij, zo dicht het einde naderbij, totdat ik niet meer adem in jouw armen. Ik weet dat ik het niet verdien, maar toch, wanneer u kans zou zien, wees dan genadig, Heer. Zingt hij, en ik moet ook even zeggen dat hij 21 december treedt hij in het oude Luxor op. Het laatste optreden in het oude Luxor, klopt dat, Robert? Nee, dat is de eerste optreden in Nederland. Het is de première in het oude Luxor, maar het is waarschijnlijk de laatste première in het oude Luxor. Dat zou wel kunnen. Oh, dat is. En vanaf 3 januari reis je het hele land door. Jawel. En vanavond zing jij voor ons Jouw Armen. Robert Loon, met zijn band. Bij een mij, je geur, je warmte dicht bij mij, zo dicht het einde naderbij, totdat ik niet meer adem in jouw armen. Ik weet dat ik het niet verdien, maar toch, wanneer u kans zou zien, wees dan genadig, Heer. Ja, top. Mooi hoor. Ja. Voilà. Mooi gemaakt. Mooi gemix, man. Mooi gemix. Graag gedaan. Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Ja, helemaal te gek. Zo, goed gedaan, mister. Mooi. Boys en boys. Dat wil ik ook best doen. Ja, nee, ik heb van de week verkocht. Het is toch gek, hè? Tini kreeg nog zijn deze. Ik kom van de week morgen. Ja? Hartstikke bedankt. Oké, graag gedaan. Ja, succes. Ik zie je zo nog even. Ja, geweldig. Mooi, hè? Robert? Ja.